Club West Gent heeft ook elk jaar een luik gewijd aan wat we noemen classics. Dat zijn wat oudere films, maar films die het verdienen om opnieuw getoond te worden, die op een of andere manier actueel zijn of soms gewoon omdat het gewoon nodig is om even te wijzen op bepaalde vergeten films die toch in de filmgeschiedenis een zeker belang hebben. En dat geldt zeker voor de tribute die we doen aan de Amerikaanse onafhankelijke regisseur Mark Rappaport. Mark Rappaport is iemand die films maakt die niet in een genre kan vangen. Het zijn geen gewone documentaires, het zijn eigenlijk filmische essays, zoals over die filmische essays gaan vaak over cinema zelf. Hij is zeer geïnteresseerd in sterren, in mythevorming en vooral ook tussen de kloof tussen bij acteurs wat het imago van acteurs op het doek ons vertelt en wat eigenlijk de echte identiteit is van die persoon. En vaak is dat een grote contradictie. En dat was natuurlijk extreem in een figuur, in een acteur, een ster als Rock Hudson. En in zijn film Rock Hudson's Home Movies, een film uit de jaren 90, of 92 om precies te zijn, heeft hij die spanning onderzocht. Wat hij doet is, en hij doet op een heel grappige manier ook, maar daarom niet minder leerrijk en interessant. Zoals u misschien weet was Rock Hudson, is dat de eerste bekende showbiz-figuur die gestorven is aan AIDS. En in de maanden die Rock Hudson's dood vooraf hingen, heeft Rock Hudson toen toegegeven, heeft hij gezegd dat hij dus homo was. Dat was iets dat eigenlijk veel mensen wisten, maar dat nooit openlijk werd gezegd. En dat was in die tijd, en dan ook geleerd aan de AIDS-problematiek, wel een belangrijke datum dat Rock Hudson dat toen zei. En dat hij toen ook aan AIDS-patiënten een menselijk gezicht gaf. Maar op dat moment is ook de eerste keer dat naar aanleiding van die dood van Rock Hudson, dat president Ronald Reagan het woord AIDS heeft uitgesproken in een van zijn redenvoeringen. Nu, wat Mark Rappaport doet, hij toont dus, want die Rock Hudson die was een acteur die vaak speelde, die excelleerde ook in heel lichtvoetige films en in films die seksueel getint waren, maar op een zeer preutse manier. Ik denk dan ook over de jaren 50, de toch wel een beetje emotioneel, ook repressieve Eisenhower jaren in Amerika. En wat hij doet is die film zo monteren en daar zo'n commentaar op geven door een acteur die Rock Hudson speelt. Het is alsof Rock Hudson nog leeft en zijn levensverhaal vertelt. En hij doet dat aan de hand van fragmenten, dus echte fragmenten uit de films van Rock Hudson. En die worden zo gemanipuleerd dat die zeer dubbelzinnig worden. Zo worden we zijn luchtige perikelen en bedscènes met Doris Day en de romantische scènes in de flamboyante melodramas van Douglas Sirk worden plotseling minder onschuldig door die montage. En die montage is ook heel grappig. Dus het is een film die tegelijk heel leerzaam is, die heel grappig is, die heel entertainend is en die je ook, ik zou zeggen, intertextueel zou kunnen noemen. En dat is een woord dat veel mensen natuurlijk afschrikt, maar deze film bewijst dat iets tegelijk intertextueel en toch zeer grappig kan zijn. De tweede film van Mark Rappaport die wij tonen is bijna een companion piece, een film die enkele jaren later gemaakt is. Dat heet From the Journals of Gene Seberg. Bij Gene Seberg had je ook een dubbele identiteit. Niet zo extreem misschien en zeker niet in de eerste plaats seksueel georiënteerd zoals bij Rock Hudson. Maar hier gaat het meer over de exploitatie, hoe het systeem, het Hollywood systeem en ook individuele producers en ook later de echtgenoot van Gene Seberg die actrice op allerlei manieren hebben geëxploiteerd. En het toont ook, want Gene Seberg was een heel tragisch figuur. Zij werd wereldberoemd als Joan of Arc in een film van Otto Preminger, een regisseur die bekend stond dat hij als een dictator op de set regisseerde en die haar ook heel hard heeft aangepakt. Ze heeft dan ook een iconische rol
in een Nouvelle Vague film, in de Nouvelle Vague film, A Bout de Souffle van Jean-Luc Godard, naast Jean-Paul Belmondo. En dan heeft ze nog een paar glansrollen gespeeld, maar dan is haar carrière zeer snel bergafwaarts gegaan. Wat te maken heeft met de manier waarop zij haar persoonlijkheid zich niet kon aanpassen aan de normen van, dwingende normen van de filmindustrie. En ook aan een aantal verkeerde keuzes in echtgenoten. Dus die van The Journals of Jane Seber is een heel geeft het ook op een zeer soms speelse manier het relaas van een tragische carrière van een beroemde filmactrice. Er is ook naast deze films worden ook kortfilms getoond van Mark Rappaport. Dus beide films worden voorafgegaan door kortfilm. De ene gaat over Anita Ekberg en de andere gaat over Douglas Sirk. Over de Vanity Tables van Douglas Sirk. Vanity Tables, daarmee bedoelt Mark Rappaport, hij toont dat ook. Dat zijn die tafeltjes die vroeger in elke slaapkamer stonden, zeker in de jaren 50, met een grote spiegel. En voor die spiegel gezeten deed de vrouw een beetje haar make-up. En die spiegels werden door Douglas Sirk gebruikt als een spiegel ook van personages die voor het eerst zichzelf kijken. Als die personages zich van iets bewust worden, kijken ze in de spiegel. En die spiegelbeelden zijn heel belangrijk. En over zo'n onderwerp heeft hij een filmpje gemaakt van 11 minuten, dus een filmisch essay. En dat is absoluut aan te raden. Het is een vernieuwende en een bijzonder entertainende manier van filmgeschiedenis. Niet schrijven, maar filmgeschiedenis filmen. Er is trouwens ook een talk met Mark Rappaport, die zeker zeer interessant zal zijn en zeker ook zeer onderhoudend, want het is een man die veel gevoel voor humor heeft. En die talk heeft plaats op donderdag 20 oktober in het Kask Cinema in de namiddag en zal geleid worden door een groot bewonderaar van Mark Rappaport, Edwin Karels van Docento op Kask Cinema.